Hallo iedereen, ik ben Arnoud Gillen en ik heb een achtergrond in yoga. En yoga is fantastisch om stabiele kracht op te bouwen. In rust. Maar in yoga zit geen explosiviteit, zit geen schokken op het lichaam, zit geen conditie. Er zit ook veel kracht, maar op een andere manier kracht. Dus nu ben ik de laatste tijd meer geïnteresseerd geraakt in animal movement. En animal movement is ruwer. Het is krachtiger, er zit meer conditie in. En die mindset, die focus die je ontwikkelt bij yoga, die zit daar ook in. Met een animal movement gaan we meer crawlen, zoals dieren ook doen. Dan gaan we meer kracht proberen te vinden in stabiele en meer explosieve bewegingen ook. Dat is wat een yoga stilstaand is, wordt een animal movement explosiever. Maar dat gaat ook over explosievere sprongen. Uiteindelijk werk je door naar handstanden. En je creëert lachelijk veel explosievere kracht. Op die manier. En je leert meer controle over je lichaam. Je leert smoother te bewegen. Yoga heeft een beetje een connotatie van vooral voor vrouwen te zijn, wat eigenlijk echt gewoon idioot is. Maar desalniettemin, animal movement heeft die connotatie niet. So welcome, check it out.